getimed? Ja hoor, uitstekend. Hij moet de laatste afspraak. Ik moet een beetje pauzeren, ik heb hier naast mijn nakje zo. Ja, je moet natuurlijk weer. Ah, een auto. Dat is het leven, dat is het leven met een schoot. Met de schoot, met de schoot, met de schoot, met de schoot. Dat is het leven, dat is het leven met de schoot. Heeft de Karel, Kees of Ria, ben de mene schoot getrouwd. Nou, dan heb ik het soms best moeilijk en dan kreeg ik het dood benauwd. Maar dat laat ze ook niet merken. Ja, 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 dat ken ik. Anderen staan vaak in het rood. Dat is het leven met een schoot. Ja, ja, gaan we dat over? Gaan we dat over? Wat is dat? Je moet al thuis de kant van de schort aan. Ja, nou, Evelien. Ik ben heel goed geworden. Ik ga zingen. Dan leefden wij dus ook het automatisch spel. Hè? Ja, ja. En Wim van Omaat, oproep voor Wim van Omaat. Die kan vast maar eten. Nico moet ook weg. Nico mag ook vast maar eten. En Dolinda mag ook vast maar eten. En op een gegeven dag, toen was hij zijn zwembroek vergeten. En toen was hij verdronken. Oh. En toen was hij onderweg. Hij denkt onder de hemel. Hij denkt, joh, zo kan ik hier niet aankomen. Dus hij liep dus langs de kant. En hij vond hij een handwapen gezet. Dus hij denkt, ik doe die handwapen gezet dan. Ja, dat is goed. En hij belde mij om, van de hemel. Dus er kwam Peters naar buiten. En zei, al hij zit, ik het uit van Antwerpen. En zei, komt er even zin, zei hij. Dan zag ik hem meteen even voorstellen aan een van de heiligen. Ja. En toen kwam de heilige Antoinette. Ja. En dat was een hele mooie dame. En die stond er ook een beetje luchtig bij. En een keek zo. En zei, heilige Antoinette, zei hij. Zoek er een andere tap, want ik sta niet in voor een Antwerpse gezet. Bah. Ik moet ook even op de filmtap gaan. Ik moet niet zeggen. Hallo. Ja, ik ben niet tegen.
Nee, Wilma natuurlijk. Ja, maar ze denken wacht. Eerst even vragen hoe het ging met het koor instuderen. Ja, dat ging wel stil, hè? Jongens, even stil. Belangrijk moment. Ja, Petra, hoe ging het instuderen met koor? Nou, ik ben toch Wilma. Ook al heb ik het Nou, we hebben hard gewerkt. We hebben nummers 3-stemmig in kunnen studeren. De heren gingen ontzettend in de hoogte. Dus ze hebben de noot opgeheven. Zo, dat is gelukt. Om hem op te heffen. En we hebben een solist in ons midden. Jullie zullen zien wie dat is. En hoe. Oké, dan gaan we beginnen met het schotellied. We beginnen met het refreintje.